Mijn zeepkistpraatje gaat over kunstmest. Kunstmest kennen we al lang. En het thema is: kunstmest maakt planten ziek. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen, maar kunstmest is in de basis een zout product wat het bodemleven voor een groot deel ook om zeep helpt. In elk geval zeer veel tekort doet. En even ter vergelijk. Slagers maken hun snijplanken nog steeds elke dag schoon met zout. En dat zout is sterk bacteriedodend. En daarmee is kunstmest bacteriedodend voor het bodemleven en brengt nogal wat problemen met zich mee. Hoe zijn we eraan gekomen aan kunstmest? We hebben een periode gehad in begin 1800... waarbij dokter Justus von Liebig de wet van het minimum uitvond. En we waren van mening dat we planten met minerale meststoffen konden voeden. En dat we eigenlijk niks anders nodig hadden, want dat was bewezen. Pas veel later, en ook op het eind van het leven van Justus von Liebig, bleek dat dat erg tegenviel en dat planten ziek werden van dezelfde kunstmest. En de uitvinder van kunstmest schreef dat ook. Maar toen waren boeren inmiddels al zo bekend met het fenomeen kunstmest dat ze dat konden blijven strooien en verwerken op het land. Dat was geen probleem. Want in alle eeuwen daarvoor was er nog nooit kunstmest gebruikt. En de bodem had een bepaalde buffercapaciteit. En die buffercapaciteit ging goed. Dus de planten konden blijven groeien. Dus ze brachten een hoge productie met zich mee. En er waren wat bestrijdingsmiddelen op de markt voor de ziektes die uitbraken daardoor. En zo kon het allemaal in de land- en tuinbouw volgehouden worden. Maar over de afgelopen decennia zijn er andere problemen ontstaan in de land- en tuinbouw en ook in de boomkwekerijsector. Want mensen merken dat de bodem opraakt. Hij raakt letterlijk op. En dat komt omdat een deel van het bodemleven in de grond maakt een stof aan en die noemen we humus. Humus is niet wat van de bomen afvalt. Humus is geen blad, is geen organisch materiaal. Humus is door micro-organismen gemaakt uit organisch materiaal. En daarmee is humus als het ware de batterij van de bodem. En als je dat vergelijkt met een willekeurige auto, het kan een mooie auto zijn, maar zonder batterij doet hij niet veel. En zo is het eigenlijk ook met humus in de grond. Op het moment dat de bodem geen humus meer heeft, kun je niet anders dan alleen met kunstmest werken. En dat is ook de reden dat de laatste 10 jaar zeker de praktijk van het terugbrengen van organisch materiaal, compost aanbrengen, weer helemaal terugkomt in onze dagelijkse praktijk. Maar daar zitten ook een paar kleine kanttekeningen aan. Want in het bos ligt geen compost. Compost is een snel omzettingsproces waarbij de organismen die de compost maken, als het ware, gewend zijn aan hoge temperaturen. Dat zijn totaal andere organismen dan normaal rond de wortels bij een plant leven. Bij een plant leven zogenaamde rhizosfeerorganismen. En die zitten niet in de compost. Dus compost als bodemverbeteraar is prima. Het is ook een goede term, maar het is alleen maar een fysieke bodemverbetering. Het helpt het organisch stofgehalte, daardoor krijg je meer zuurstof in de grond. Je krijgt meer vormen van bodemleven, een weerbaardere plant. Maar het is geen biologische bodemverbetering in de zin van dat je daarmee de plant aan zijn biologische symbionten helpt. Het is 100 jaar goed gegaan, maar we zien nu overal in de land- en tuinbouw dat het minder goed gaat. Sterker nog, ziekten nemen toe, weerstand neemt toe, resistenties nemen toe. Er moet meer gemest worden volgens de eigenaren van het land, volgens de agrarische sector, maar minder volgens de wetgever, want die weet wat de gevolgen zijn. En zo blijven we over elkaar heen vallen en we gebruiken soms de verkeerde termen. En dat is jammer. Als we het nou hebben over bemesting en de bemesting die we gewend zijn, de wet van het minimum bepaalde dat er 16 elementen zijn die noodzakelijk zijn voor de groei van planten. Er hoort water bij, en kooldioxide en stikstof en zuurstof uiteraard. En in totaal met 20 elementen werd er gerekend.
Maar inmiddels weten we in de wetenschap dat er ruim 30 mineralen zijn die op planten een behoorlijke invloed hebben. Als je planten met alleen kunstmest bemest, bijvoorbeeld containerteeltplanten, planten in een potje, die groeien op turf, op een ander substraat, dat maakt ze niet zoveel uit. Of, en daar gooi je kunstmest bij en daar moeten ze het mee doen. Die planten worden gegarandeerd ziek. Dat kan niet anders, want ook wij kunnen niet leven van friet en mayonaise. Daar doen we onszelf mee tekort. Dus aanvullende mineralen, aanvullende vitamines zijn essentieel. En door de zouten in het kunstmest, zoals eerder gezegd, verbrand je de humus letterlijk uit de grond. De planten worden afhankelijk van de mineralen die je aanvoert en dat is te weinig. Dat is veel te weinig. Er was een periode dat de Duitsers, en dat was tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in, er was een periode dat de Duitsers van de geallieerden geen kunstmest mochten maken of produceren of hebben. Om de doodsimpele reden dat ze daar, en dat was men gewend in Europa, de Duitsers maakten daar springstof van. Ja, want kunstmest is springstof, per definitie. En in die tijd dat zij geen kunstmest mochten maken, hebben ze heel veel geëxperimenteerd met organische meststoffen. En het aardige daarvan is dat ze toen ook zijn gaan werken met zogenaamd steenmeel. Ze hebben zoveel steenverwerkende industrie in Duitsland, dat ze hebben besloten om steenmeel zeer fijn te malen en dat op het land toe te voegen. En daarmee bleek ook dat ze planten beter konden laten groeien. En daardoor kwam ook tot uiting dat wanneer je alleen kunstmest gebruikt en je beperkte hoeveelheid mineralen aanvoert in de plant, dan raken de andere mineralen in de grond op een gegeven moment op. En dat is armoede van de grond, die je met een gewone bodemanalyse ook niet vindt. En omdat die mineralen die in de grond zouden moeten zitten nu inmiddels op zijn, en dat kun je zien bij de oude landbouwgronden, dan is dat een hele goede manier om steenmeel bij te geven. Want dan vul je die mineralen weer in die in de normale analyses niet voorkomen. Om een voorbeeld te noemen. Er is wat te doen over steenmeel de laatste tijd. Daar ben ik even mijn draad kwijt. Dat kun je er wel uitknippen, denk ik. Omdat planten veel meer dan de 20 mineralen gebruiken die wij ze geven, of de 20 elementen, krijg je een tekort in de bodem aan bepaalde sporenelementen die je met steenmeel kunt aanvullen. En steenmeel is goedkoop, maar het is nog geen alledaagse praktijk. Ik denk dat we over 10 jaar over steenmeel praten, zoals nu wordt gesproken over bodemleven en compost en mycorrhiza schimmels. Dat zijn allemaal zaken die vanzelf weer gaan komen. Daarmee heb ik mijn zeepkistpraatje afgewerkt. Steenmeel, mycorrhiza's, bodembacteriën, ze hebben de toekomst en we kunnen er gebruik van maken. Want van wat wij gewend zijn, van kunstmest, worden planten ziek. Dank u.